Welkom. Dit is de tweede tutorial over kostprijsberekening. Uh, op de tweede les ga ik laten zien hoe je uh, de kosten moet berekenen van een gietonderdeel. Afgelopen les uh, hebben we uh, besproken hoe wij uh, bijvoorbeeld de kosten van een gebogen buis moeten berekenen. Uh, dan uh, de huiswerk was uh, om uh, die gebogen buis te. Uh, tabblad die sheet te veranderen naar een berekeningssheet voor een uh, metaal, uh, gebogen metaal onderdeel, zo'n dus plaatmetaal onderdeel. Uh, en uh, nu gaan we bespreken uh, dan hoe je de kosten van een gietonderdeel moet berekenen. Wat uh, bijzonder is bij een gietonderdeel, dat je hebt ook uh, te maken met uh, gereedschapskosten. Je moet voorstellen dat je moet een matrijs maken waar je de onderdelen kan gieten. En vaak de grootste kostenpost is uh, de uh, gereedschapskosten verdeeld over uh, de aantal producten. Nou, dan gaan we hier kijken uh, hoe dat uh, berekend moet worden. Nou, eerst uh, gaan we de cd-grootte overnemen van de voorpagina. Dus op de, de voorpagina staat hier uh, die veld, cd-grootte. Die hebben we naam gegeven. Dit wordt dan hier uh, in die cel uh, gekopieerd. Dan gaan we intoetsen de aantallen per onderdeel. Stel je voor dat je bij zo'n zo buiskoppeling ga je vier stuks uh, toepassen in één product. Dat betekent dat de productieaantallen voor uh, die onderdeel, zijn in ons geval de aantal per, per product keer de z grootte. <coughs> dat is in dit geval. Bij een grote van 20.000 80.000 stuks. Uh, de materiaalkosten. Bij uh, een gietonderdeel: je hebt eigenlijk geen afval. Dat is geen gunstig. Uh, je koopt uh, het materiaal uh, per kilogram. Hier staat bijvoorbeeld: uh, als we dit zo hadden van polypropylene spuitgieten. Uh, de kosten van de polypropylene zijn 1,45 euro ongeveer per kilogram. De actuele prijzen kan je via internet opzoeken, als je zoekt naar kunststofprijzen, dan uh, kan je meerdere bronnen vinden over de kunststofprijzen uh, uh, die momenteel uh, er zijn. Goed, uh, het gewicht van het onderdeel is in ons geval uh, 50 gram, en maar dit moeten we omrekenen naar kilogram, dus, dus dat delen we met uh, 1000 en dan de kosten van het materiaal is simpelweg gewicht in kilogram van de onderdeel keer de prijs per kilogram. <coughs> nou, volgende punt is de kosten van de bewerkingen. Bij spuitgieten ga je uit van een uurtarief voor een spuitgietmachine. En het is uh, grof geschat nu 70 euro. Uh, de volgende interessante punt is de cyclustijd per shot. Uh, is één shot, noemen ze wanneer de matras één keer dit gaat en er wordt volgegoten en gaat het open. Goed, uh, waarom is het interessant om in shots te rekenen? Omdat je kan meerdere holtes maken in een matrijs. Dat betekent dat je kan bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5, 6 onderdelen in één keer spuit gieten. In de kosten van een matrijs is vaak niet uh, de kosten van de aantal gaten wat de grootste uh, rol speelt, maar, maar er zijn andere uh, onderdelen van de matrijs die ook heel duur zijn. Goed, dat betekent dat als ik ga een matrijs maak met twee holtes, dat is veel goedkoper vaak dan twee matrijzen met één holtes. Holte. Goed, de, de relatieve cyclustijd per onderdeel betekent dan dat als in één shot uh, maak ik twee onderdelen, en één shot kost 10 seconden, dan in praktijk per onderdeel moet ik rekenen met 5 seconden cyclustijd. Nou, die 5 seconden gaan we omrekenen in uren. En dat doen we door de 1 uur delen met 60 minuten. En delen door 60 seconden en keer de cyclistijd in seconden. En de kosten per onderdeel van de bewerkingen zijn in dit geval dan de uurtarief keer de cyclistijd in uur. En dit wordt ook relatief cyclistijd moeten noemen eigenlijk. Mooi. Nou, omdat we hebben geen andere bewerkingen, dan de, die zijn alle bewerkingen, uh, nabewerkingen hebben heel vaak niet bij uh, spuitgieten. <coughs> maar als het gaat om bijvoorbeeld aluminiumgieten of uh, je maakt een uh, duurder product en je wilt dat het een beetje luxe eruit ziet, dan kan je een coating toepassen. Uh, dan praten we over kosten. Voor uh, de coating per vierkante centimeter. Uh, in, heb ik een geschatte uh, getal daarin getoetst. Uh, de oppervlak van het onderdeel, laten we zeggen hier 250 vierkante centimeter. Nou, hoe kom je aan de oppervlak van een uh, onderdeel? Dat kan je aflezen uh, in een 3D-cad programma. Uh, uh, dat kan je vragen van je 3D-Cad docent hoe je dat moet doen. Uh, nou, de kosten per onderdeel in dit geval zijn dan alleen maar de kosten van het koten, want we hebben geen andere nabewerkingen. En nu komt de meest interessante stuk over de gereedschapskosten. Uh, in dit geval gaan we uit van een aluminium matrijs. <coughs> uh, je moet weten dat kunststof uh, spuitgietmaterialen zijn, zijn heel erg duur. En dan moet je denken aan uh, 15.000, 30 30.000 euro tot en met uh, boven de 100.000 euro uh, als het gaat om grotere onderdelen. Uh, een goedkoper alternatief, vooral uh, zoals uh, dit project van de uh, bed Reding, waar je produceert in relatief lage aantallen, dat je gaat voor een aluminium matrijs. Een aluminium is veel makkelijker om te bewerken en daarom is een aluminium matrijs veel goedkoper. Uh, dus in dit geval, laten we zeggen zo'n tweevoudige matrijs. En uh, bij zo'n uh, uh, koppelingstuk moet je nog uh, denken aan uh, eventueel meerdere kernen om zo'n uh, t-koppeling te kunnen gieten. Uh, dat zou rond de 15.000 euro kunnen kosten. Dat is geschat op basis van de levenservaring in dit geval. Je kan een exacte prijs weten pas als je hebt een concept uh, model gemaakt van de onderdeel. En dat stuur je op naar een spuitgieter en vraag je uh, wat de kosten zouden zijn. <coughs> uh, de voordeel van stalen matrijzen. Die zijn duur, maar kunnen 250.000 uh, shots of even meer. Uh, de levensduur van aluminium matrijzen die is iets lager. Uh, en in dit geval... Uh, hebben we 50.000 euro, 50.000 stuks uh, shots uh, geschat als levensduur. Nou, dan hier praten we ook over relatief levensduur. Want in dit geval maken we bijvoorbeeld twee onderdelen. Dan moet je levensduur ver verdubbelen. En dan nemen we de levensduur shots keer de aantal holter per matrijs. Nou, dan uh, die cel krijgen we als resultaat de levensduur per onderdeel. Nou, wat zijn de aantal matrijzen? Want ik kan niet delen die uh, uh, in dit geval uh, de kosten van de matrijs, de 15.000 euro met uh, de uh, levensduur van de 10.000 shots. Maar als ik maak niet 10.000, dan dan uh, dan uh, worden de kosten verdeeld uh, met minder onderdelen. In ons geval is het nu nog maar 80.000. Ik heb hier een levensduur van 100.000. Uh, dat betekent dat ik moet delen de levensduur Up. met de productieaantallen. En in dit geval, om zoveel te produceren, heb ik 0,8 matrijs nodig. Nou, het probleem is dat ik kan geen 0,8 matrijs kopen, alleen maar 1. Uh, of als we gaan naar grotere aantallen. Dan gaan we als voorbeeld hier in toetsen bijvoorbeeld 30.000 stuks. Hier. Dan gaan we terug. Dan zie ik hier zo 1,2 matrices hebben. Dat kan je ook niet hebben. Dan moeten we afronden naar boven de aantal matrijzen. Klikken we hier. Uh, dan hier gebruiken we de formule afronden naar boven. En de cel die we afronden, tot 0 decimalen. Getal. Dus betekent dat we hebben twee matrijzen nodig hebben om die serie te produceren in dit geval. Dan uh, de kosten van alle matrijzen zijn de aantal matrijzen afgerond keer de aanschafprijs. die betekent in mijn geval als ik wil 30.000 producten produceren. En ik gebruik 4 stuks per product. Dan heb ik 120.000 van die onderdelen nodig. En om die te kunnen produceren, omdat de relatieve levensduur per onderdeel is 100.000, moet ik 1,2 matrijzen aanschaffen. Dus kortom 2 matrijzen. En de kosten zijn dan zoveel. Nou, dan delen we de kosten van alle matrijzen. De productieaantallen, dat is 120.000. En dan zien we wat het kost om een onderdeel per onderdeel wat we moeten uitgeven aan de gereedschappen. Mooi. Nou, uh, wat doen we hierna verder? We moeten de resultaten uh, overnemen naar de samenvattingspagina. Dus wat we hebben gedaan in de afgelopen les. Dan gebruiken we de uh, benamingen. Dus bij gebogen buis 1 dan hebben we bijvoorbeeld de materiaalkosten hier uh, een beetje een naam gegeven aan die cel. En bij de samenvatting <coughs> de resultaten overgenomen. Uh, wat we vandaag gaan doen is. Uh, leren we een simpele oplossing. In dit geval is het uh, sneller om in te voeren. Uh, dit heeft de nadeel dat ik weet niet precies bij welke cel uh, bij die bij hoort. Dan klik je hier gelijk aan. Dit wordt het materiaal voor de koppelingstuk. Ga je naar de koppelingstuk tabblad en klik je weer op de kosten van het materiaal drukken we op enter en je ziet dat het wordt overgenomen. Volgende cel. Dat ga ik ook opnieuw doen om te laten zien een beetje. Dit is gelijk aan een bewerkingskosten van de koppelingstuk. Dan gaan we hier naar bewerkingen. Klikken we op het resultaat en drukken we enter. <coughs> op die manier kan je alle posten kopiëren van de uh, onder de sheets van de onderdelen naar de samenvattingspagina. En zo kunnen we optellen uh, in kolommen wat alle kosten zijn uh, van de per onderdeel. Maar kunnen we ook bijvoorbeeld horizontaal opstellen en wat geven we allemaal uit aan materialen en bewerkingen en nabewerkingen en zo verder. Nou, dit was uh, de tweede les. En de volgende keer gaan we verder. Dan gaan we berekenen uh, hoeveel uh, uh, stuks we moeten produceren. En uh, wat de totaal uh, investeringen zijn. En wanneer we onze investeringen kunnen terugverdienen.